Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Nohali en vandaag ga ik een heel leuke ruilsamenwerking inpakken. Ik ga vandaag ook proberen nog andere video's te maken voor YouTube, want ik loop een klein beetje achter. Maar dat komt door mijn examens, maar sinds vandaag heb ik vakantie. Dus er komen weer zeker leuke nieuwe video's online, dus hou zeker mijn YouTube kanaal in de gaten. En vergeet dus zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we heel snel beginnen. En sorry dat ik zo vaak dus zeg. En die zon schijnt zo'n beetje in mijn gezicht. Maar ik ga dus vandaag een heel leuke ruilsamenwerking inpakken. Ik heb de ruilsamenwerking samen met mijn beste vriendin gedaan. Ik heb al een deel ingepakt. Maar ik moet nog zo'n paar dingetjes inpakken. En ik ga dat samen met jullie doen. Maar ik ga eerst mijn laptop erbij halen. Want op mijn laptop staat heel erg lijstje. Ik heb mijn laptop erbij genomen. En ik ga nu haar lijstje opzoeken. Want dat is een beetje makkelijker. Dan als ik dat op mijn gsm moet doen. Want dan moet ik deel te mijn gsm pakken. En dat is wat moeilijker. Ik ga haar lijstje er nu bij pakken. En dan ga ik ook ergens anders zitten. Want die zon schijnt altijd in mijn ogen. Of ja, dat komt zo op beeld. En dan ziet hij me heel slecht. En ik kan hier ook gewoon niks in pakken. Ik ben even ergens anders gaan zitten. Omdat dat makkelijker gaat. En let niet op die rommel hier. Ik moet dat nog allemaal opruimen vandaag. Maar ik heb dus haar lijstje erbij genomen. En er staat nu dat ik... Even kijken... Dat ik letterkralen moet gaan inpakken. Dus ik ga de letterkralen erbij nemen. Ik heb alles erbij genomen wat ik nodig heb. Maar ik ga nu gewoon een timelapse aanzetten. Want dat is makkelijker. Want anders duurt de video ook veel te lang. Dus nu gaan jullie allemaal een timelapse zien van hoe ik alles inpak. Yay! Alles is ingepakt. Ik moet nu nog alleen een extraatje zoeken. Maar dat komt helemaal in orde. Dus ik ga nu alles wat ik heb geteld en afgewogen. Ik ga dan ook nog dingen in een heel leuke doos doen en dan versieren. En dan stop ik ook het extraatje erbij. Ik ga het allemaal in zo'n zakje doen. Want ik vind het een beetje nutteloos om het in een mega doos te doen. Want het is niet zo heel veel. Vandaar dat ik het in een zakje wil doen. En dan pak ik het misschien zelfs nog in met heel leuk inpakpapier. Dus ik ga nu alles in het zakje doen. En dan komt er weer een timelapse. Zo, kijk hoe leuk. Het enige wat ik er nog niet heb ingedaan is het haarspeldje. Want ja, dat is een beetje te groot om hierin te doen. Dus dat doe ik zeker in een apart zakje. Maar ik ga er al eerst confetti bij doen, want het is echt heel leuk. En haar stickers heb ik ook nog niet bij gedaan, want dat past ook niet in. Maar nu deze heel leuke confetti. Zijn ze van die hartjes confetti? Zo, deze is echt heel schattig voor Valentijn of zo. Maar ook in deze heel leuke bestelling. En dan plak ik hem dicht en doe ik er een leuke sticker op. Zo. Oh, ik vind die echt heel leuk. Die is echt heel leuk. Ik ga de bestelling in deze doos doen. Die is al een beetje groot. Maar dat kan geen kwaad. Zo ziet de doos van binnen uit. Het stukje vloeipapier ga ik gebruiken. De stickerrol erin doen die ze besteld heeft. En haar haarklipje. Dat is wel heel leuk ingepakt. Oké, niet wat. Ik wilde dat een snoepje inpakken, maar ik vind het niet zo leuk. Ik weet niet. Eens kijken. Ik ga dat even zo doen. Ik weet niet hoe ik dat best kan inpakken, dat is te moeilijk. Of we pakken het gewoon niet in het vloeipapier. Kan het vloeipapier er ook op leggen en dan het cadeautje er zo bovenop. Ja, dat gaan we doen. Dus zo ziet de doos eruit. Dan leg ik hier
aanbestelling. Lekker gewoon hierin. En dan heel veel confetti. Dan haar haarklipje. En een stickerrol. En dan pak ik ook wat confetti voor de bovenop. Want er is heel veel confetti in deze doos. Oké, ja. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar dan doen we het zo. Dit er bovenop. En dan komt er wel confetti bovenop. Zo ziet het er dan uit. En dan gaat nu het extraatje erop. Het extraatje gaat er dus op. En dan een visitekaartje en een positief bedankkaartje. Die mogen natuurlijk niet ontbreken, dus die gaan er ook bij. En dan gaat het nu dicht. De doos mag dicht. En kijk hoeveel stickers er al op hangen. Echt heel veel. En er komen er alsnog meer bij, want ik ga er nu ook nog een paar opplakken. Want het is zo leuk. En dan heb je zo binnenkort een hele doos vol met stickers. Dus dat is kei-tof. Deze sticker. Hangt er al op. Dan zo'n sticker. En dan ziet het er zo uit. Echt heel schattig. Dat was dit alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!